gaan natuurlijk even opnemen. Goedemiddag meester, u bent onderweg met deze IC van Enschede naar Den Haag Centraal. Vanwege een defect bij Deventer zal u tot Apeldoorn een sprinter vervangen. Dus op alle tussengelegen stations moeten stoppen. Succes en probeer de vertraging tot een minimum te beperken. Ja, oké, okay, ik doe mijn best. Dat is in ieder geval moed. We gaan eventjes hierin. We doen eerst even de deur open. En de ATB. Richtingsschakelaar kan nog wel eventjes wachten. Verlichting in ieder geval. Hallo, verlichting. Verlichting, dank u. Daar zijn we dan. Nou, zoals je ziet, we rijden dus naar Den Haag Centraal. In ieder geval met deze ICM. Dus dat moet in ieder geval wat leuks worden. Ik hoop wel dat het leuk is. Trouwens, Valentino, ook nog bedankt voor de follow. Even kijken, een gek idee vraagt waar je gisteravond over had, dat je een 1080 scherm hebt gekocht in plaats van 4K. Ja, inderdaad, gek idee. En dat heeft alles mee te maken dat, dat ik voorlopig ook op Full HD blijf gamen met, hoe heet dat? Met, als het om mijn PC gaat in ieder geval. Wij gaan nu vertrekken. Even kijken, de richtingsschakelaar naar voren. En dan eens even kijken. Gaan we eventjes. Ik zie trouwens dat we moeten stoppen in Wierden. Nou ja, weet je wat? Ik ga ook niet de planning bekijken. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik dacht dat wij alleen vanaf Deventer moesten stoppen. Maar we zien wel wat we moeten doen. Een koploper wel als Sprinter City. Ja, dat lijkt het nu wel een klein beetje op. Als ik in ieder geval zie staan dat we in Wierden moeten stoppen. Maar laten we hier even gaan kijken wat we allemaal kunnen gaan verwachten tijdens dit scenario in ieder geval. We rollen in ieder geval nu lekker Almelo uit. Zo, en dat doen we lekker met 70 km per uur. Nou ja, lekker met 70 km per uur. We doen het in ieder geval, dat denk ik prima. Zo. Even kijken, welke kant is mooi om een screenshot te maken. Ik denk hier trouwens. Een beetje de goede kant van de koploper, hè? ICM trouwens, sorry. Nu ben ik aan het schelden. Eens even kijken. Martin, ben benieuwd naar een kijkje achter de schermen. Haha, dat is een leuk woordgrapje. Maar nee, dat klopt. Ik zal na de stream zal ik even een foto maken als ik het onthoud in ieder geval. Alright, we gaan nu eens eventjes tractie geven. Ja, ik wil eigenlijk alles nog een keertje opnieuw lezen voor de... voor de opdracht. Maar goed, dan zie ik ook op welke stations ik allemaal moet stoppen straks. Dus... Ik zou het toch nog wel een beetje voor mezelf willen houden, denk ik. En dan hebben we hier nu een geel 8. Altijd lachen. Geel 8. Ik rem wel een klein beetje minimaal af. Komt allemaal wel goed. Even kijken of ik jou kan accepteren als vriend op Twitch, Raju. Raju, ik accepteer eigenlijk helemaal geen friends op Twitch. Dus dat laat ik even achterwege als je het niet erg vindt. Even kijken, hoe laat moeten wij bij Wierden zijn om 10? Dus we kunnen op zich nog wel eventjes een beetje rustig aan doen. Even kijken, het lijkt erop dat we straks nog een wissel over moeten. In verband met die leuke... Kijk, wat is dat? Voor mij staat er 60, volgens mij wel. Ja. Even kijken, het overal stoppen toe bedenken toen we nog geen sprinters hadden op Leeuwarden, Meppel, Zwolle. Lijkt er een klein beetje op inderdaad, ja. Lijkt er een klein beetje op. Moeten we eerst eventjes 60 gaan rijden hier. Wat straks lekker krap stoppen op Deventer Kolmsgaten. We hebben 6 bakken bij ons. Dat valt op zich nog wel relatief mee. Dat heeft wel, het valt best nog wel mee, denk ik, als je 6 bakken met je meedraagt. Ja. Eventjes kijken. Ook al eens gehad tussen Rotterdam en Utrecht Centraal als SLT als sprinters. Een SLT als sprinter. Een SLT is toch 9 van de 10 keer een sprinter, ietje of? Of merk ik het nou verkeerd? even kijken. Op Dutch Sims is er veel te vinden qua Nederlandse routes. Echte lees wel. Ja, klopt. Je kunt inderdaad prima beginnen met. Op Dutch Sims met zoeken op Nederlandse routes. Het enige waar je even rekening mee moet houden is dat jij. Even kijken, er zijn, als je wil beginnen met minimale aantal payware, want je hebt voor sommige routes wel payware nodig.
Wat betreft kun je volgens mij heel goed beginnen met volgens mij Fictiva of Krabbedijk's Deltaland. Dan heb je in ieder geval de minste payway nodig. Dus dat is dan wel heel erg prettig, dat je dan niet zoveel payway nodig hebt. Voor andere routes heb je bijvoorbeeld wat meer payway nodig en wat duurdere payway. Maar het is nu nog wel een goed weekend om te beginnen. Want volgens mij duurt het nog, ik kijk even op mijn horloge, 2 dagen dat de kortingen op, op Train Sim World 2 en op Train Simulator, de Mad March Week, om het zo te zeggen, actief zijn. Dus mocht jij nu nog wat willen kopen en dat soort dingen, nou is de beste week om dit te doen in ieder geval. Zo, welkom op station Vieren, dames en heren. Je zult hier niet heel vaak een koploper of een ICM zien stoppen in ieder geval. Luc en Joost, goedemiddag en welkom. Siepe trouwens nog bedankt voor de follow. En dan hebben we hier nog een blauw net sprinter staan. Die zal zometeen in de richting van Zwolle gaan rijden. Even kijken wat de mooie kant is van de trein om te nemen in ieder geval. Maar zo. Nou doen we eventjes deze kant. Even kijken, 6 bakken ICM is namelijk de max. Ja, dat geloof ik wel direct. Als je op sommige stations gaat kijken, dan denk ik dat het wel handig is dat je niet zo... Ja, zulke lange treinen met je meedraagt natuurlijk. Al is dat ook zo onprettig. Tussen Deventer en Zwolle stoppen de IC's ook op alle stations, ook al zijn het er maar 2. Ja, dat klopt, maar het is ook enkel spoor natuurlijk, hè. Deels dubbelspoor, maar ook grotendeels nog steeds enkelspoor. Dus, nee. Dus, altijd nog steeds grappig dat daar nog steeds enkelspoor is trouwens. Zou je ook niet verwachten. Maar goed. Ook wel fijn trouwens dat jullie allemaal hier met mij zijn. In plaats van, omdat ik weet natuurlijk dat het buiten gewoon donders mooi weer is. Het is wel leuk dat jullie even deze... mooie zonnige middag opofferen. Of misschien zit je wel met je telefoon buiten. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar om die middag op te offeren om gezellig hier te zijn. ja, zoals Ruppe trouwens ook nog heeft gestuurd. Ruppe heeft een linkje gestuurd met de meeste payware routes. Die je nodig hebt voor de routes. Dus die kun je ook mooi gebruiken daarvoor. Staan wel mooi gedocumenteerd op Dutchips in ieder geval. Dus dat is wel fijn. Oh, Martijn heeft net nog even een rondje gefietst. Hartstikke mooi. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed natuurlijk, even een lekker rondje rijden. Aan de overkant komt nog de andere blauwe net binnengereden. Die zal als sprinter of Intercity naar Enschede rijden. Het is Intercity Enschede, zie ik. Intercity Enschede. Nou, wij mogen tegelijkertijd wegrijden. Ik ga niet toeteren. Niet toeteren! Tegelijkertijd weg. Hey, zo doen we dat. Zo doen we dat. Is mijn sein trouwens groen? Ja, dat is die. Hé, hey, ik wil even zijn aan zijn rijden met die grappen maken. Waar is die? Je gaat me niet vertellen dat ik hem zo snel voorbij sprint. Toch al wel. Hallo? Oh, hij... Komt hij nou al voorbij? Hallo, daar is hij. Oh, dit wordt wel een screenshot waardig. Yes! Nou, nu vind ik het leuk gewerkt. Nu gaan we voorbij, hè? Ga jij maar lekker naar Zwolle. Ik ga de andere kant op. Bye, bye. ik zat vanmorgen in de bibliotheek in Hengelo voor de radio-uitzending van 120 Hengelo. Oh, nee, leuk, Gerben. Je hebt een beetje naar je zin gehad. It's your dog. Eerste chatbericht, welkom. Leuk dat je er bent. We rijden te snel trouwens. Is niet netjes. Ja, we stonden al 130. Zo. Even die snelheid opvoeren. En dan gaan we naar ons volgende station reizen. Of reizen, het is met een S, hè. Die Z mag je even achterwege laten. Ook Cleo, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, we gaan naar reizen. Ook al liggen die namen flink lekker bij elkaar in de buurt natuurlijk.
Zeker wel voor een afwisseling qua interviews en muziek elke zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Kijk, hey, mooi wat te doen hebben, nog niet in de ochtend. In het weekend in ieder geval. It's Your Dog trouwens ook nog bedankt voor de follow en dat geldt ook voor Peter van der Schoor. Ik kreeg geen geluidjes bij de follow, zodoende dat ik het even een paar keer op het andere schermpje moet kijken om te zien of er een follower binnenkomt. Nou, ik heb nooit zo heel veel gehad met radiomaken, Gerben, maar iedereen heeft zijn eigen hobby toch? Ik bedoel, het is ook niet zo dat heel Nederland Train Simulator speelt. Nisa, ook hartelijk welkom. Eerste chatbericht van Nisa. Hartelijk welkom en leuk dat je er bent in ieder geval. Dat jullie allemaal deze middag bij mijn livestream komen, vind ik ook heel erg mooi. Ben je gekomen door de video die je net had geüpload? Ja, dat is wel een beetje het idee achter die video. Want zeg nou zelf, It's Your Dog, als ik dat niet had gedaan, had je nou deze stream ook niet meegemaakt. Het is maar hoe je het bekijkt. Wait, niet heel Nederland kijkt Train Sim? Nee, it's shocking, right? Niemand zou het verwachten, maar niet heel Nederland kijkt Train Simulator. Ook al zou je het wel verwachten. Ja, en ook dames en heren, ik heb ook afgelopen week mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb gezwicht voor de acties die momenteel lopen op Train Simulator en Train Sim World 2. Ik moet bekennen, en ik schaam mij hier diep voor, nou ja, niet ook helemaal, ik heb een route gekocht voor Train Sim World 2. Ja, niet allemaal heel geschokt doen nu, maar ik heb een route gekocht voor Train Sim World 2. Ja, en dat is de route die van in Frankrijk, vanaf Marseille volgens mij, Avignon. Het is wel een mooie route. Eerlijk is eerlijk, het is wel een mooie route. Ik hou ook van hoogsnelheidslijnen, moet ik zeggen. Dat vind ik heel mooi. Dus daarom dat ik ook een beetje voor een hoogsnelheidslijn heb gekozen. I'm gonna need therapy after this. Ja, yeah, sorry Christian, maar die dingen gebeuren nog helaas. Nog een eerste chatter. Peter van der Schoor, lang geleden biefjes. Goed, Pieter. Dutch Camel Gamers. Oh, wauw. Dat is inderdaad lang geleden. Dan was jij dan de... Dan neem ik aan, Pieter, dat jij de collega was van Wouter, denk ik. Zijn co-partner. Eén van die twee. Maar wel leuk. Dutch Camel Gamers ken ik nog van vroeger. Toen ik ook... Dat deed ik wel samen, Train Simulator. Dat deed ik dan met Dutch Camel Gamers en met... Oh, het gamekanaal volgens mij. Ik weet niet meer heel goed hoe het heet. Maar dat was toen die met Victor en Dimitri volgens mij. Ik weet het niet meer. Long time ago. Alright, station reizen, dames en heren. Oh mijn god, een route gekocht. Schaam je? Ja, inderdaad. Ik schaam me diep. Duitse routes vind ik vaak wel de mooiste trouwens hoor. Always RM. Dat hoogsnelheidsroutes en Duitse routes, dat zijn wel de dingen waar ik een beetje warm voor loop. Dat zijn echt wel de tussenwaakjes mooie routes. I'm not bad, I'm just disappointed. Ja, sorry Christian. Bliefjes houdt van gaan, zeker wel. Ah, toch wel Pieter, toch wel. Dus een collega van Wouter. Wel leuk om in ieder geval wat van die mensen terug te zien die dan... Game Channel, dat was hem inderdaad, Game Channel. Wel leuk dat ik in ieder geval mensen terugzie die dan vroeger, waarmee ik vroeger naar samengewerkt. Dat maakt wel, het is wel geinig op zich. It's Your Dog, dit komt zeker ook in de video. Het is heel lang geleden dat, Christian. Wat is dat nog voor geluid? Oh, daar komt de cargo train aan de overkant aan. Het is een van de trommel op te slaan hier of zo. Dat maakt een lawaai. Goeiedag, hé. Ja, Martijn, dit is een zeer luxe stoptrein. Dit is een ICM, omdat er een storing is tussen Deventer en... was het? Deventer en Apeldoorn. Daarom dat wij nu een stoptreindienst hebben. Op zich wel leuk. Hallo, Marijn. Welkom. Leuk dat je er bent. We hebben nu al veel over groen. Dat is wel fijn dat we groen hebben.
Victor van Kinderen doet ook bij de radio een lokaal... Ja, dat klopt. Oh, wacht even. Van een 4 wordt een enkel spoor gereden. Rijdt zo hard mogelijk doordat de IC in de tegenstandsrichting zo min mogelijk vertraging wordt. Ik doe mijn best. Dus er wordt scheuren met het ding. Oké. Okay. Say no more. We turbo. Scheuren er weer vandoor. Let's go. Je wordt beroemd. Yes. Let's go. In the dark. In the deep. Ja, het klonk als een soort van trommels wat er in één keer voorbij kwam. Ik weet niet waarom, maar... Nou, ik denk niet dat ze dat bedoelde, Christian. Dat je je ATB uitzet en gaan met die banaan. Ga met die banaan. Ga met die banaan. Nee, dat is niet de bedoeling, denk ik. Ik denk wel dat je er binnen de beperking moet houden. Maar ik denk dat je gewoon je maximale snelheid zo lang moet blijven hanteren. Dus niet eerst het R rijden. Dus we gaan vooral niet eerst het R rijden. We gaan gewoon een beetje op de limiet rijden, om het zo te zeggen. Dat doen we dan vooral wel. Maar dan is even tijd voor een drive-by. Want dat kunnen we wel achter eventjes lekker tussendoor doen. Dat doen we wel mooi bij deze rotonde. Een beetje op het randje rijden dit. Ik vind nog steeds die tyfoon een beetje meh. Ik vind de zand en dit vind ik gewoon verder prima eigenlijk. Maar de tyfoon is altijd nog gewoon meh. Dat ik er wel een beetje wat voor, dat ik wel iets meer voor willen zien. Is het chatbericht van Ian. Welkom. Leuk dat je ook eventjes meedoet in de chat. ICM. Zo, daar ging ik even. ICM-marteling, ja, wel een soort van. Wel een beetje ICM-marteling, want de ICM houdt het niet van om zulke afstanden te doen, dat weet ik. Maar goed, soms kun je niet even anders en dan moet je dit wel doen. Fun fact, voor de IC Amsterdam-Frankfurt missen we alleen nog Amsterdam-Utrecht en Arnhem-Düsseldorf. We missen ook de HSL van Keulen naar Frankfurt, maar kunnen via Koblenz en Mainz omrijden. Ja, klopt. Nisa, iemand een idee of er nog leuke Nederlandse routes worden gebouwd at the moment? Nisa, we hebben op Dutch Sims hebben wij een Train Simulator map. En op die map zie je met verschillende accenten blauw welke mappen er momenteel gereleased zijn en welke mappen er momenteel aan gewerkt worden. Uit mijn hoofd kan ik momenteel alleen Den Haag-Haarlem noemen, waar aan gewerkt wordt. Den Haag-Haarlem-Zandvoort. Ik weet dat daar aan gewerkt wordt. Maar er zijn nog meer routes die in aanbouw zijn als het goed is. Dus het kan zijn dat er nog her en der wat meer is. Ja, Noordoost-Nederland 5.0 heb je ook inderdaad. Dan, die gaat helemaal tot aan bovenaan in Groningen. Onder andere. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Echt het uiterste puntje van Nederland. Daarnaast weet ik zo niet heel erg veel. Maar je zou kunnen kijken op dutchsims.nl. Daar is in ieder geval een map. En daar kun je zien waar er momenteel aan gewerkt wordt in ieder geval. Even kijken. Kevin ook een goede middag natuurlijk. En Dominique ook goede middag. Leuk dat je er bent. Oh ja, hoe kan ik die nog vergeten eigenlijk? Daniel is bezig met de route van Zwolle-Enschede. Nou, niet alleen Zwolle-Enschede. Het is volgens mij Enschede-Zwolle. En dan volgens mij Bentheim, Delden-Goor, zo'n beetje, dacht ik. Dat de bedoeling was, even uit mijn hoofd. Dat is volgens mij toch even de... Ja, dat was toch een beetje ook het idee dat je over de Duitse grens ging, uit mijn hoofd. Want volgens mij heeft hij nu tot Delden-Goor heeft hij gebouwd. En volgens mij was Bentheim in versie 1.0 de bedoeling, zeg ik tussen twee haakjes. Is wat ik mij kan herinneren. Fun fact, bij deze overweg heb ik gestaan. Heb ik een keer een treinspotfilmpje gemaakt. Toen was ik voor werk, was ik in ieder geval in de buurt van Holten, laten we het zo zeggen. En toen had ik pauze, dus ik dacht van nou, ik ga hem lekker in het midden van het centrum van Holten neerzetten. En dan gaan we lekker treinspotten. Ik kan me geen betere pauze veroorloven, denk ik. Even hier stilzetten bij de 6. Dat is ook dus de reden waarom 6 hier een beetje de max is van van het aantal treinstellen wat je hier neer kunt zetten. Maar het past er net op. Zoals jullie kunnen zien. Oh, nee, ik keur hem wel goed, want men zit niet in de weg hiervan. Dus het komt wel goed op zich. Alleen vanuit de cabine lijkt het alsof je al naast het bakbordje staat. Maar als je extern kijkt,
zie je dat ik best nog wel eventjes een stukje kon rekken voordat wij hier überhaupt waren geweest eigenlijk. Dus ja, ik had ietsje meer door kunnen rijden wat dat betreft. Had gekund, maar ja, het zij zo. De deuren gaan trouwens alweer dicht. Dat gaat super snel. We kunnen nu een stukje sneller, of we kunnen nu een stukje doorrijden. Want David de Komstraat is namelijk een stukje van ons af. Dus we geven weer maximale tractie en we gaan vooruit. Ik zie al dat gek idee inderdaad de map heeft geplaatst. Dus dat is mooi. Dankjewel daarvoor, gek idee. Ik dacht dat hij ook naar Zutphen wou bouwen, maar kan er ook naast zitten. Weet ik niet zeker. Voor versie 1.0 sowieso niet, Gerben. Dat weet ik wel. Volgens mij is versie 1.0 de bedoeling dat je vanuit Enschede Almelo Wieren misschien? En volgens mij Bentheim Delden Goor. Even uit mijn hoofd. Dus dat is volgens mij voor versie 1.0. Meende ik. Weet ik niet zeker. Het kan zijn dat ik het ook fout heb hoor. Het is ook soms een beetje geheugen graven. Want ik heb Daniel een lange tijd niet meer over de route gehoord namelijk. Holt is een van de saaiste plaatsen die ik ken. Ja, maar het heeft ook wel zijn charmes. Denk ik. Dominique heeft een shoutout verzilverd. Met mijn naam erin. Dat is netjes, Dominique. Even remmen hier voor de Holte Bult. Waar we last van hebt. Even kijken. Last van zien vanuit de ICM. Ja, je hebt een beetje een dode hoek, hè? Dit wat je allemaal hier zit is een beetje jouw dode hoek. Dus ja, misschien dat het, dat het daarom een beetje komt. Maar dat maakt er zo niet heel veel uit. We kunnen nu mooi een aardig stukje doorrijden. Dus dat is op zich ook wel prettig. Even kijken. Transporter hier, hoe gewaad. Dit is de route. Oh, er werd gevraagd om welke route dit is. Oh, dit is een chatbericht van Transporter hier, hoe gewaad. Welke route doen we? Ja, zoals gek idee inderdaad zegt, dit is de route Achterhoek en Twente lijnen. Op deze route kun je rijden vanuit Almelo tot aan Apeldoorn. Apeldoorn, Zutphen. Apeldoorn, Dieren. Volgens mij zijn dat de twee kanten die je op kunt gaan. Uit mijn hoofd, dacht ik zo'n beetje. Op zondag geen winkel open, noem ik saai. En dan zelfs geen supermarkt open. Ja, dat komt vaak. Dat zie je volgens mij het meeste in de dorpjes waar religie nog een best wel een spel speelt. Vaak merk je dat als bijvoorbeeld bij protestantse en christelijke geloven, als dat best nog wel heerst, zeg maar, in bepaalde dorpen, dat dan de winkels inderdaad op zondag dicht zijn. Kan op zich kloppen, maar in de grotere steden zul je dat niet echt meer snel zien. Beste reizigers, welkom in de Sprinter City van Almelo naar Apeldoorn. De volgende stations waren, wij gaan stoppen, zijn Deventer Komstraten, Deventer, Twello, Apeldoorn, Osseveld en laatste stop voor deze Sprinter City station Apeldoorn. Inderdaad. Dankjewel Ruben voor het co-commentaar. Oh ja, zus van Winterswijk zit er ook in, hè? Dat is wel een heel lang stukje hoor. Dat is echt wel een lang stukje. Ik kan het zo meteen trouwens wel laten zien. Als we even stilstaan op Deventer Kolmsgaten, dan laat ik wel even zien welke trajecten deze route allemaal heeft. Ietje, ik woon in het dorp in Zeeland, maar onze buurtsuper is een halve dag open op zondag. Ja, het is maar net hoe jouw gemeente in elkaar zit. En of er veel partijen zitten die veel waarde hechten aan geloven en dat soort dingen. Daarom is het zo dat heel veel steden, of hoe moet ik zeggen, christelijke steden, maar zo te zeggen. Daar zul je al vrij snel merken dat misschien de supermarkten niet open zijn. Het was met name vroeger heel erg. In grote steden zijn supermarkten grotendeels nog open op zondag. Absoluut, Kevin. Ik weet ook niet precies wanneer dat begon. Eigenlijk zolang ik mij kan herinneren, toen ik in de supermarkt werkte, draaide hij al diensten op zondag. En het was als student heerlijk om op zondag te werken, want dan kreeg ik namelijk dubbel uitbetaald. Dus dat vond ik altijd wel leuk. Als student werkte ik altijd in het weekend in de supermarkt. En dan kon je altijd lekker, had ik altijd, volgens mij de donderdagavonden had ik, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Dat werkte ik altijd, vond ik heerlijk. Ik vond het echt niet verschrikkelijk om te werken.
Dus en helemaal in het weekend lekker dubbel uitbetaald. Altijd leuk. Hey Nigel, goedemiddag. Welkom. Scenario Winterswijk Apeldoorn. Sneltrein tussen Apeldoorn en Zutphen. Dat is wel een lang scenario. Volgens mij kan ik me herinneren dat ik die ooit een keer in de stream heb gespeeld. En volgens mij duurt die minimaal een uur of zo. Maar leuk dat je bent, Nigel. Even kijken. Vroeger waren in de winkels zelfs op maandag gesloten bij ons in het dorp. Ja. Ja. Oh, maar dan moeten we gewoon weer heel ver teruggraven. Ik weet niet of dat in de periode voor 92 is, Cleo. Want anders kan ik mij sowieso niet herinneren, ben ik bang. Ik moest trouwens vanmiddag nog eventjes naar de stad om... Om wat dingen te halen. En ik ging naar Enschede heen en toen reed ik met de auto terug naar Hengelo. En toen ben ik nog eventjes stil blijven staan bij het spoor. Dacht ik ga eventjes twee voorbijgaande treinen ga ik even filmen voordat ik verder ga naar huis. Dus ik heb twee treinen bij de spoorwegovergang gefilmd. En ik denk dat ik die echt volgende week wel eventjes op YouTube ga plaatsen. Een leuk filmpje voor tussendoor. Twee voorbijgaande treinen tussen Enschede en Hengelo. Dankjewel, ik kwam er wel 40 minuten later achter dat je live bent, maar ik ben er. Ah, dat maakt niet uit, Nigel. Ik bedoel, de video staat er gewoon puur om mensen te helpen herinneren dat ik live ben. Mocht je het zien, dan zie je het. Mocht je het niet zien, zo be het. Het kan gebeuren. De video's die worden sowieso geüpload naar YouTube. Dus 100% missen doe je gelukkig nooit. Als ik me de tijd herinner dat hier de AH voor de eerste keer open ging op zondagen, was gewoon een gekkenhuis toen. Ja, toen werd ook inderdaad een gekkenhuis genoemd inderdaad. Ja, dat was echt een dingetje, dat winkels op zondag open gingen. Heel veel mensen konden daar ook niet helemaal goed tegen. Ja, zie je, 1970, dat kan ik mij niet eens herinneren, ja. Het enige wat ik mij kan herinneren zijn dingen van vroeger die je leest. Zoals de autoloze zondagen in de oliecrisis. Volgens mij had je toen autoloze zondagen. Dat zijn dingen die je allemaal leest en die je weet. En daar houdt het ook een klein beetje mee op eigenlijk. Ik herinner me dat in mijn dorp de snackbar ineens op zondag open ging. Wie is je nou de snackbar? Jij of ik? Nou, dit wordt dus wel een beetje krap wat we hier gaan doen. Dit wordt een beetje meten denk ik. Een beetje proppen en meten. Maar dames en heren, natuurlijk is er over een paar weken hebben wij natuurlijk een nieuwe trein in Train Simulator. En daar hebben wij dan de ICNG, die hebben we in één keer hier in Train Simulator. Daar ben ik ook op zich wel heel erg benieuwd naar. Vind ik op zich wel heel leuk dat wij nu eerder de ICNG hebben dan dat hij in Nederland op het spoor rijdt. Dus dat vind ik op zich wel een klein beetje grappig. Dat wij nu in de simulatie eerder zijn. Maar ik weet dat ik volgens mij zit ik nu wel een beetje goed, dacht ik, met de bakborden. Even koekeloer hoor. Ah, het had nog steeds veel meer gekund. Ook al denk je van, oké, ik sta nu wel echt een beetje naast het perron. Nee, je hebt gewoon nog plek. Je hebt nog genoeg plek over om überhaupt iets te kunnen. Echt waar. Even kijken hoe het zit met de achterkant. Oh, de achterkant heeft wel zat plek, dus het valt nog redelijk mee wat dat betreft. Het gaat nog goed. Zo, deuren gaan dicht. Wij gaan er vandoor. Moet nog steeds heel veel tractie geven volgens mij. Oh, we zitten trouwens niet aan de motorkant, maar dat kun je wel horen denk ik, dat we niet aan de motorkant zitten. Zo, mogen je 80. Dat was met de SCG ook het geval. Die was er ook al eerder in het eerste op het spoor. Was Chris die ook al voor, ja? Het punt dat dit nu gebeurt, komt ook een beetje omdat Chris al een beetje elke trein heeft gemaakt die je in modern Nederland kunt vinden. Dus het is ook een beetje zo dat... hoe heet dat? Dat Chris nu ook gewoon de tijd heeft om vroeger te beginnen. Want voor mij... Als de ICNG klaar is, dan denk ik niet dat Chris nog even heel snel een trein kan maken, volgens mij. Zeg ik even uit mijn hoofd hoor, volgens mij. Weet ik niet zeker. Maar volgens mij
als hij die Isingen heeft gehad. Volgens mij heeft hij de moderne trainer er wel een klein beetje gehad, zo uit mijn hoofd. Het gezin aan de overkant van de straat hield dan op zondag aan die kant hun gordijnen dicht. Ja, die wonen natuurlijk helemaal niks van weten. ik dacht nog steeds dat de winkels op maandag pas om 1 uur open gaan. Nee joh, die gaan hier wel wat eerder open wat dat betreft. Die zijn hier gewoon om 8 uur al open volgens mij. In ieder geval de supermarkten wel. Maar zoals ik zeg, als je in de grote steden is dat heel erg normaal dat de treinen, of de trein om mij dan, dat de supermarkten op zich zo vroeg open gaan. Dus daar kijkt niemand meer van op, tenminste hier niet. Hier wordt dat best wel redelijk normaal gevonden. Nou, in principe de SM90 en Proto's. Dat volgens mij wel. De SM90 was ja de voorganger van de DM90, volgens mij. En de Proto's heb je inderdaad. Maar wat zou je dan nog meer kunnen doen op gebied van Nederlandse trainen eigenlijk? Lijkt me best wel lastig. Het halve toch even natuurlijk nog een keer op, hè. Met alle trainen namaken en dat soort dingen. De ATB-assistent is het ook weer, Martijn. Ah, gelukkig heeft deze trein nog geen remcriterium. Dus hier kun je nog een beetje het afremmen. Hoe zeg je dat netjes? Een beetje... een beetje meer cheat, om het zo te zeggen. Want in feite moet je nu volgens mij 20 of 25% van je... moet je remmen. In verband met je remcriterium. Nou, dat is in sommige gevallen best wel lastig, want dan kun je hem niet lekker laten uitrollen. Proto zou Dutch wel leuk vinden. Ik denk het wel, ja. Die zou er helemaal gek van zijn. Hier heb je de SNG met de gele voorkant. Alle SNG's krijgen natuurlijk nu een gele voorkant, zodat ze wat duidelijker zichtbaar moeten zijn. En natuurlijk aan beide kanten van zo'n geel, niet alleen de voorkant. Maar dat zou moeten zijn om zo meer, om ze dus wat duidelijker te maken. Schijnbaar was het blauwe niet duidelijk genoeg in de mist of op, dus maken ze hem nu geel. Hey Jepperama, goedemiddag, welkom. Nou, hier zo meteen even stoppen. Even kijken, volgens mij is dat bakbordje 6 daar, oh, als ik het goed zie. Ja, dat is 6, dus we weten ook waar we moeten stoppen. Oké, ik ga nu iets verder proberen door te gaan. Kijken of ik hem nou wel een beetje goed krijg. Wat betreft dat bakbordje. Even kijken. Ik denk dat het dan zo moet. Ik schat hem zo. Even kijken of dit nou een beetje klopt. Ah! Nou, we komen in ieder geval dichter in de buurt. We komen dichter in de buurt, dames en heren, bij het bakbordje. Dit is al wat netter. Dus dit valt nog wel redelijk mee wat dat betreft. Het kan erger. Ah, nou is een bakbordje gewoon puur een indicatie, hè, voor een machinist. Je hoeft als machinist, gek genoeg, niet bij het bakbordje te stoppen. Maar het is wel makkelijk als je het wel doet. Hey, we hebben weer een eerste chat. Luc. Welkom, leuk dat je er bent. Op naar station Twello. Voor mensen die het nog niet weten, er hangt ook een camera bij station Twello. Waar je allemaal treinen voorbij kunt zien gaan. Op zich hartstikke leuk hoor. En die camera zit ook in deze route. Die laat ik jullie zo meteen zien als we hier aan voorbij rijden. Wel trouwens een hele korte stop in Deventer, maar we gaan gewoon lekker door. Oh, Gerben die ging er vandoor. Ga nog even naar je ouders. En vanavond nog even verjaardag in Olst. Nou, in ieder geval, leuk dat je er was, Gerben. Tot de volgende keer. Ah, voor de mensen die nog van de Formule 1 houden. De derde vrije training die gaat zometeen beginnen.
Of een kwartiertje trouwens. Even kijken. Dat blauwe viel weg ten opzichte de lucht. Even kijken hoor. Ja, oh, we hadden het over nog over de SNG inderdaad. Klopt. Dus dat, ja, dat gele moet dan een stukje duidelijker zijn. Nou is het ook natuurlijk zo dat deze mooie ICM natuurlijk ook knetergeel is van de voorkant. Dus die zie je dan ook wel een soort van aankomen in de, mag ik hopen, in de mist. Zo, die... Voor mij heb ik elke keer net een portaal of zo'n ding ervoor. Heel vervelend, maar niks aan te doen. Ja, dat inderdaad, Christian. Ja, screenshots all over the place. Heel veel screenshots. De Wings kan Chris nog maken. De Wings is toch eigenlijk een beetje een soort van... ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort van sidekick van de Flirt 3, dacht ik. Zo even uit mijn hoofd, of zit ik dan echt helemaal naast? Want ze zijn toch hybride, dacht ik. Ze zijn toch diesel en elektrisch, meende ik. Dat ze beide kunnen, als het nodig is. The Wings Club, there we go. Yes, yes, indeed. De Wing is een combinatie van GTW en de Flirt 3. Dank dat je me even maakte, inderdaad. Ja, ik heb de Wings natuurlijk wel, of die Wing wel eens een keer, dan zeg ik de Wings. De Wing heb ik wel eens gezien. Maar ja, volgens mij is het echt een beetje, ja, hoe moet je het noemen? ik dacht dat hij een Panto had en dat hij op diesel reed. Dat dacht ik in ieder geval, maar het kan zijn dat ik er gewoon naast zit, daar niet van. Maar ik meen dat ik op een filmpje had gezien in ieder geval. Kopbakken van de Fleur 3 en de motorbak van een GTW. There we go. Kijk, hybride. Want volgens mij is het stukje voor Groningen, dacht ik, dat het allemaal nog elektrisch was. En het laatste stukje is voor mij allemaal diesel. Nou, zal ik je zo meteen nog even de camera laten zien die ik bedoel. Nou, even kijken. Het wordt waarschijnlijk weer aan het einde des brons gooien, dat ding. Nou, sowieso wel. Zo. Deze hebben we wel. Hartstikke mooi. Even kijken, staat hij naast de 6? Nou, hij staat er iets aan voorbij, maar dat maakt op zich niet gek veel uit. Voor de mensen die het niet weten... In Twello heb je dus een camera hangen. En die zit altijd hier. Dit is de... En er is ook een YouTube kanaal van. En die kijkt altijd zo op de... Op de overweg. Dus als hier dan wat is... Dan je kunt altijd via een livestream kun je dus kijken. En dan kijk je letterlijk naar deze overweg. Heel soms is het zo dat als Daniel hier voorbij komt... Dat hij extra veel lawaai maakt. Maar het is de rail toetercam is het een beetje aan het bord eigenlijk. Maar goed, we kunnen vanuit dit oogpunt wel ook eventjes kijken hoe dat ICM vertrekt. Dat heb ik wel geinig op zich. Nieuw. Ook al is de tractie van de ICM nog steeds best wel rap. Al zeg ik het zelf. We gaan nog steeds wel redelijk snel ervandoor. Die ICM heeft nog steeds turbo in zijn start zitten. In ieder geval, dat is wel goed. Alright, op naar station Apeldoorn-Osterveld. Osterworst. Die mensen hebben massa vandaag met ICM als toptrein. Zeker wel. Absoluut. Buiten stations van Groningen en Leeuwarden is nergens bovenleiding op de noordelijke nevenlijnen. Nee, dat dacht ik al een beetje inderdaad, ja. Oh, niet te snel rijden. Doe ik eigenlijk al, maar... Je zou een beetje marge kunnen noemen van 5 km per uur. Maakt voor een leuke clickbait video. ICM Almelo Apeldoorn, but I have the feeling I'm being watched. Ja, inderdaad, ja, wel een klein beetje. Oh, chips. Dat klopt inderdaad. Ah, je zag ja die A-body hier.
Die hoofdpijnborden, dat is ook zo. Ik zag die 90 in dat gele bord. Ik had beter moeten weten. Zo. Hey Joris. In Mierlo hebben ze ook zo'n camera opgehangen. Oh, nice. Is goed, Ietje. Fijne dag nog. En leuk dat je er was. Vroeger reed er altijd iets hier op een stoptrein tussen Enschede en Apeldoorn. Klopt inderdaad, ja. Maar dat was vroeger. Dat was echt vroeger. Als iemand nog zin heeft in een biefstuk, staat hier genoeg. Luxe paarden daar in de Twente. Zeker wel, zeker wel. Allemaal luxe. Allemaal luxe. Waar zijn we aan het rijden? We rijden momenteel tussen Almelo en Apeldoorn. En om heel specifiek te zijn, tussen Deventer en Apeldoorn nu. Die van Helmond Mierlo lag er al bijna 20 jaar. Goeiedag, hé. Dat is ook niet even. Sorry, maar ik heb gemarineerde kippendijen in de koelkast staan voor straks. Hey, no one blames you. Ook wel lekker trouwens, daar niet van. Gemarineerde kippendijtjes. Het is op zich ook wel heel erg mooi weer om te barbecuen, zou je zeggen, hè? Oh, een beetje barbecue weer. Ik weet dat het, voordat we hier SRG kregen, we altijd iets helemaal sprinten hadden tussen Meppel en Leeuwarden. Ja, of dat, inderdaad. Ja, volgende week wordt het helaas weer kou inderdaad. Dan gaat de zon ook wat minder schijnen volgens mij. Wel zonde hoor. Zeg wel, even kijken, wat is de temperatuur een beetje van volgende week? Even kijken, vanaf dinsdag wordt het koud. 12, 11, 11, 10, 9, 11, ja, en dan vanaf donderdag gaat het ook weer regenen. Dus het is een beetje ellendig weer. In ieder geval hier. Hey Dutch, goedemiddag, welkom. We hadden het serieus nog ongeveer een kwartier geleden over je. Nou ja, een soort van. We hadden het erover welke treinen Chris nog kan maken. En toen zei iemand dat Chris ook nog proto's kan maken. En dat jij waarschijnlijk daar helemaal gek van zou zijn als dat daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Ik heet geen clip. Zeg je clip dan? Zo. Hartstikke mooi. Deur en open hier. De overweg naar Apeldoorn-Osterveld is inmiddels verwijderd. Oh. Nou, dat is goed, want dan heb je hier in ieder geval geen rood sein meer in het vervolg. Oh, daar zijn ze wel hoor. De Dutch 25 Proto's. was op zich wel leuk. Alleen maar ICM en DDZ hier. Nu alleen maar ICM en ICR en SNG. Binnenkort weer DDZ. De DDZ's rijden volgens mij alweer tussen Enschede en weet ik veel wat. Maar vaak als ik pauze heb, dan zie ik de DDZ'jes zie ik nog wel rijden hier. En hoe heet dat? Tussen Hengelo en Borne sowieso. Zie ik altijd de DDZ'jes voorbij komen. Ja, prachtspul die proto, zo niet. Ben benieuwd of Chris gaat maken, ja of nee, maar ik heb geen idee. Oprecht niet. Oh, je had het over Leeuwarden-Zwolle, oké. Okay. Ja, als je hier in Hengelo gaat staan, tenminste station Hengelo, dan kun je soms wel je, hoe heet dat, je geluk op met trainen wat hier voorbij komt. Op Hengelo, wat komt er allemaal? ICM, Blauwnet Flirt, die komen hier. DDZ's, SNG's, lintjes, goederentreinen, dus dan komt vaak die 189 of zo, komt die dan voorbij. Dus op Hengelo is op zich wel een mooi spotstation, want je komt wel best wel veel treinen, verschillende treinen komen hier voorbij. Moet ik een keer gebruik van gaan maken, denk ik.
Netjes 80. Die wordt ook standaard ingezet op de 16-1700 serie. Klopt. Maar ja, we kunnen nu inderdaad met een vlotte tempo kunnen wij Apeldoorn binnenrijden. Dat is op zich ook wel prettig. Lijkt me 80 km per uur. Hoppatee. Breng hem dan niet op ideeën. De Flort. Ja. De Flort die rijden hier ook inderdaad, ja. SNG'tjes, ICM, DDZ. Firm trouwens, reed hij ook wel eens af en toe nog eens voorbij. Maar dat was een beetje, voor mij nu de DDZ terug is, zijn de Firms een beetje achterwege gelaten wat dat betreft. Die zie je hier nou niet meer zoveel nu de DDZ weer op spoor mag rijden. Zonder dat ze er vanaf trillen. Even kijken, wil je een keer van Zwolle naar Hardenberg of vanuit Almelo naar Hardenberg? Moet ik even kijken, Joris, of dat gaat lukken. Vandaag. Of ooit. Ja, ooit wel, maar even kijken of het vandaag gaat lukken. In ieder geval, dat weet ik niet zeker namelijk. Anyway, einde van het eerste scenario in ieder geval.